Hallo allemaal, vandaag maandag 27 februari 2023 gaan we weer wat zaadsel in de boksen van de melkkoeien kruien. Mijn zoon die zit op de minishovel en die schept steeds een bak vol en kiept het in de kruiwagen en dan krui ik het naar de stal. Voorheen deden we dit meestal met de Renault trekker. En dan met de voorladenbak schepten we een bak zaadsel. Dat was ook precies een kruiwagen vol. En nu met deze Avant Mini Shovel die we sinds enkele weken op ons bedrijf hebben. Kijk, mooie kruiwagen vol. En jullie kunnen zien, de zaadsel is mooi droog. Toen dat hier gestort werd en ik daar een vlog over maakte, toen vroeg iedereen zich af, wordt dat niet nat door het water dat van het dak aflekt? Nee hoor, dat waait mooi af via het plastic naar beneden en loopt via de stoep weg. Nou, weer een kruiwagen vol. En kijk eens, het stuift wel wat. De shovel komt er wel wat onder. Dan moeten we bij dit werk de wind niet verkeerd hebben staan, want anders kunnen we beter de Renault trekker gebruiken om de zaadsel te scheppen. En als ik heel eerlijk ben, dan moet ik toegeven dat er hier één ding niet goed gaat. En dat is het feit dat mijn zoon daar op die minishovel zit en die kruiwagens vol schept. En ik vervolgens met die kruiwagen de stal in moet. Dat moet ik zien dat we dat nog eens andersom gaan doen. Kijk, hier zie je dat ik de kruiwagens leeg kiep in de legboxen. En dit doen we zodat de koeien straks weer lekker zacht en schoon kunnen liggen. En zo ben ik ongeveer een half uur aan het kruien. En dit doen we om de 8 à 9 dagen. En deze poes houdt in de gaten of alles goed gaat. Nou, hier wordt de laatste kruiwagen volgeschept. Breng ik die nog naar de stal. En ook dat laat ik even zien. Kom ik aan met de kruiwagen. Mijn rode jas die ik gekregen heb. Omdat ik eens een minimelker liet zien die ik bij een bepaald bedrijf gekocht had. Toen kreeg ik dit als dankjewel. Nou, die doen we aan. Zelf had ik niet meteen voor rood gekozen. Zo, kruiwagen leeg. Bijna niet te zien, maar daar kom ik weer aan. En dan is het kruien klaar. En dan komt het volgende. Moeten al die hopen in de legboxen mooi glad geharkt worden. En kijk, de hark staat al op me te wachten. En ook dat film ik even. En het zaagsel is mooi droog en licht, dus dat is zo geharkt. En kijk, hebben de koeien straks een heel mooi lichtbed. En terwijl we dit doen, staan de koeien aan het voerrek en een paar staan er achterlangs. Maar die kunnen niet komen waar ik ben, anders zouden ze naar buiten kunnen lopen. En ze vinden het allemaal prima. Nou, en dan is het zover dat de koeien ook weer mogen gaan liggen. En dan klim ik op het voerrek bij het jongvee en dan film ik zo over de koeien heen. Kijk eens wat een rust in de stal. De eerste gaan liggen, maar de anderen blijven nog aan het voerrek. En die gaan liggen, gaan meteen herkauwen. Een teken dat ze tevreden zijn. En als de koe tevreden is, dan is de boer ook tevreden.